Zeker. Hoi. Gaat het een beetje op orde inmiddels? Ja, het begint heel erg op te schieten. Het is echt, we zijn heel tevreden over de voortgang. Eigenlijk werken we al bijna 10 jaar aan de installaties, maar afgelopen oktober hebben we besloten om het hier op te bouwen. Knopjes Museum, wat is dat eigenlijk? Ja, het is, je moet je voorstellen, een soort Nemo voor volwassenen. Of een mix tussen een wetenschapsmuseum en een escape room. Het is eigenlijk een labyrint waar je je weg moet vinden. En je vindt ook je weg door allerlei gebieden van de wetenschap. En in ieder kamertje dat je tegenkomt, of dat je ontdekt eigenlijk, want sommige plekken moet je echt ontdekken, daar staat een interactieve installatie of iets waar je mee kunt spelen. En terwijl je ermee speelt, verdiep je je steeds verder in dat stukje wetenschap. Echte speeltuin voor volwassenen. Ja. Het is ook een alternatief voor als je anders naar de film of theater gaat gaan. Of ja, escape room, avontuur aangaat. Of ja, Dave, iemand die ons vertegenwoordigt bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes. Dat is een geef. Denk daar maar eens over na. Stadhuisplein 1. Ik vind dat fantastisch. De loopstad. En de verdere toekomst is, net als alles hier in de war, afhankelijk van de toekomst van dit hele terrein. En dat ligt op dit moment bij de gemeente. Er zijn 400 mensen uit de stad die daarachter staan, die dat ook financieel ondersteunen. Daar wachten we nog op. Want voor al die mensen die het niet gevolgd hebben, jullie willen gewoon dit complex kopen. Ja. Jullie ja. hebben het geld via crowdfunding bij elkaar. Ja. Ja. En zouden we niks liever doen om te zeggen, laten we dat nou afkaarten, zodat wij weten waar we aan toe zijn en zodat de stad weet waar ze aan toe zijn. En zodat Amersfoort er een plek voor nieuwsgierigheid, voor onderzoek bij krijgt. We zullen ook de komende jaren nog bij blijven bouwen aan de installaties, want wij zijn nog niet klaar met bouwen. Dus. Ja, er is nog een hoop ontwikkeling.